Hoi, we hebben een recept binnengekregen van Anja. En Anja maakt heel graag de moussaka. En haar vraag was, hoe kan ik die gezonder maken, zodat die past binnen een gezonde leefstijl? Nou, ze gebruikt daar het eerste vega gehakt voor. Wat tomaten, tomatenpuree, kruiden, uien, knoflook. En ze doet olijfolie om het te bakken, dus dat is al in ieder geval super goed. En daarnaast gebruikt ze aubergine en aardappelen voor de vulling. En voor de saus gebruikt ze volle melk, eierdooiers, roomboter en bloem. En dat laatste hoef je niks meer aan te doen, dat is helemaal goed. Volle melk ook top, dat is natuurlijk het minst bewerkt. Maar hoe kunnen we dan deze maaltijd gezonder maken? Nou, wat ons als eerste opvalt is het vega gehakt. Is heel lekker, maar het is wel heel erg bewerkt. En daar kan je best wel makkelijk een switch in maken. Je kan bijvoorbeeld champignons heel fijn hakken. Dus echt kleine stukjes. Als je die wat langer rul bakt, dan krijgt het een beetje dezelfde structuur als vega gehakt. Bevat het en minder calorieën en het is veel gezonder. Dus dat zou een heel goede optie zijn. En daarnaast, als je een voorkeur hebt voor wat koolhydraat beperkter eten, dan zou je de aardappelen kunnen vervangen in het gerecht. En dan kan je kiezen voor bijvoorbeeld pastinaak, knolselderij, koolraap. Dit zijn allemaal groentes die heel gezond zijn en veel minder koolhydraten bevatten. En verder bevatten het recept van Anja eigenlijk allemaal goede, zo min mogelijk bewerkte producten. Dus dat was top.